Ik ben vandaag op bezoek bij autobedrijf Jan en ik sta hier naast de eigenaar. Wat een mooi bedrijf. Dankjewel. Het is ook een heel beroemd bedrijf, kan ik wel zeggen, toch? Zeggen ze ja. Ja, het is veel in het nieuws geweest. Als ik hier om me heen kijk, zie ik ook een hele mooie showroom. Dankjewel. Wel het luxere segment. Richt je je daar nou ook echt op? Niet alleen daarop. Wij verkopen een beetje van alles wat verkoopbaar is en waar de klant vraag naar is. Ja, en jullie bestaan al heel lang? Wij bestaan sinds 1995, ja. Best wel een grote geschiedenis al. Ik ben de enige eigenaar, enige directeur. Ja. En ik doe het nou een beetje met mijn zoon samen. Die zag ik al rondlopen volgens mij. Ja, mooie jongens hè? Ja, dat blijft een mooi in de familie ook. Ja, precies. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Nou, wat leuk. Bouw je dan ook langdurige relatie met klanten op? Heb je veel terugkomende klanten? Zeker, zeker. Ik heb veel eigen klanten en iemand die ooit een auto mij heeft gekocht, die zal niet meer ergens anders kopen. Dat is goed om te weten. Hey, naast het positieve nieuws is er natuurlijk ook wat opspraak geweest. Hoe ga je daarmee om? Ja, wat narigheid geweest, maar alles naar voren gekomen, alles bewezen en hier ben ik weer. Wat doet dat nou met je als mens? Het is even moeilijk geweest, maar het is een foutje geweest, denk ik. We komen terug. Oké, dat is goed om te horen. Zeker zo'n langdurig bedrijf, wat er al zo lang is. Je laat je niet zomaar uit het veld. Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft. Ik doe gewoon normaal mijn werk en mensen kunnen van buiten van alles gaan denken. Als hier criminelen komen, denken ze een fout over mij, maar dat ben ik niet. Waarom komen mensen nou zo graag bij jou? De klanten voelen zich thuis bij ons. Als er een klant komt, ik ben aan het eten, ik sta op, ik help die klant en ze mogen mee eten. Ze moeten zelfs mee eten. Ja, en je hebt ook nog een beroemde quote, heb ik gehoord, of een lijfspreuk. Achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Nou, daar kan ik het niet meer mee eens zijn. Goeie quote. Kom, ik heb nog een leuke verrassing voor je. Nathalie, leuk dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Deze jongens nemen me nog even mee naar het strand. Hartstikke leuk. Wat een luxe. Nou, geniet ervan. Komt goed. Rustig gaan, jongens. Mama, I love you.